Hey, what's good, dit is Panda Steven Vechter en super tof dat jij weer kijkt naar deze nieuwe video. En op Instagram had ik gevraagd of jullie vragen wouden achterlaten wat jullie wouden weten over jongens, over relaties en over die dingen. En dat hebben jullie massaal gedaan. Oké, voordat de video begint, normaal upload ik altijd op woensdag, maar vanaf nu... Vanaf nu ga ik uploaden op zondag. Vanaf 11:30 komen mijn video's online. Dus schrijf het even op, elke zondag om 11:30 een nieuwe video. Oké, ik weet niet wat ik deed. Gekke bek en zo. Ha, leuk! Als jij een meisje wil versieren, doe het zo. Stop it. Get some help. Hey, trouwens, ik was vandaag gewoon buiten. Maar het is gewoon echt lekker weer. Het is gewoon, ik heb gewoon dit ding aan en het is gewoon warm. Snap je dat? Het is gewoon heet. Het is gewoon warm. Waarom hebben mannen altijd perfecte wenkbrauwen en wimpers? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik weet het niet. Kijk, ik ben een jongen en ik besteed gewoon echt totaal geen aandacht aan deze en deze. Het is gewoon meer dat ik denk van, ja, wat heeft het voor nut? Oké, bij meiden vind ik het soms meestal wel heel mooi als ze mooie wenkbrauwen of zo hebben. Ik weet het ook niet. Ik snap wel ongeveer wat je bedoelt. Misschien is het juist dat wij er niet mee bezig zijn. Dat ze dan gewoon perfect blijven zitten. Nee, doe dat ook maar niet. Ik weet het niet. Ik weet niet waarom onze wenkbrauwen gewoon altijd perfect zijn. Wij jongens zijn gewoon het perfecte volk. Oké, dus de tweede vraag is: waarom laten jongens hun gevoelens nooit zo goed zien? Wat jongens eigenlijk hebben is, wat ik meestal heb is, als ik over mijn gevoelens praat, voel ik me op een of andere manier een watje of zo. En ja, het is raar. Het is iets dat je denkt van, what? Een watje? Ja. Ik voel me echt, als ik over mijn gevoelens ga praten, ja, anders of zo. Een jongen die is meer van, yo, we moeten stoer zijn. We moeten kunnen vechten, we moeten kunnen bier drinken en we moeten kunnen beunen. Oké, gewoon over je gevoelens praten vind ik zelf niet chill. Ik weet ook niet waarom. Het is iets wat jongens gewoon hebben. Die denken van, yo, hey, het zijn je gevoelens. En die gevoelens horen bij jou en die zitten in jou. En die hoef je niet te geven aan iemand anders. Vraag nummer 3 is, jij bent de leider van mijn panda volk. Ik wist wel dat ik er kon. Wil jij nou ook een panda worden? Zorg dan zeker voor dat je abonneert hier beneden. Want dan word jij meteen een panda. Waarom laten jongens... Oké, waarom laten jongens je soms zo lang wachten op appjes? Want jullie zien daar schijnbaar... Ik heb dyslexie, hè. En lezen is voor mij heel moeilijk. Dus wees blij dat ik deze vraag voorlees. Waarom laten jongens je soms zo lang wachten op appjes? Want... jullie zien daar schijnbaar geen probleem in. Alleen ik weet niet of meer meiden het hebben. Vindt het gewoon kut. Ja. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap het echt oprecht wat je bedoelt. Maar het is gewoon meer van, ja, als ik een appje krijg, ja, moet ik er dan meteen op reageren? Ik vind zelf niet dat ik meteen moet reageren op een appje. Ja, je krijgt een appje binnen. Maar als je niet meteen reageert, oké. Maar als je na, weet ik veel, 3 weken niet reageert, ja, dan negeer je. Maar ja, als je, weet ik veel, 10 minuten of zo niet reageert, maakt niet uit. Kijk, een jongen is meer van, ja, ik lees het appje, maar meestal wat we aan het doen zijn als we dat appje krijgen, zijn we aan het gamen of zo. En als we gamen, ja, dan kunnen we gewoon even niet op onze mobiel terugreageren, maar dan kunnen we wel kijken. Want gamen, boy, dat is belangrijk voor ons hoor. Gamen is echt belangrijk, vooral Fortnite. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Zijn de meeste jongens plagers of meisjes? Ik denk dat dan ligt eraan. Meestal plagen mensen, weet je, als je diegene leuk vindt, toch? Stel, jij vindt mij leuker dan ik jou leuk vind, dan denk ik dat jij mij meer plaagt dan ik jou. Snap je dat? Ja, het is moeilijk hoor. Ja. Maar ik denk dat het ongeveer zo zit. Dus stel, ik vind jou leuker, dan ga ik jou meer plagen. Stel, jij vindt mij leuker, dan ga jij mij meer plagen. Of het is gewoon als iemand kan ook, als hij jou leuk vindt, dat hij jou de hele tijd plaagt natuurlijk. Maar het is gewoon puur van, ja, plaag ik jou, dan vind ik jou leuk. En plaag ik jou niet, dan vind ik jou misschien ook nog steeds leuk. Maar ik denk dan in opzicht dat jongens meer plagen. Wat vinden jongens mooi aan meisjes? Oké, dus, die video heb ik gemaakt. Heb je die video nog niet gezien? Bekijk hem nou even, maar ik doe even snel een samenvatting waar de meeste jongens even op letten bij meisjes, de allereerste keer. Oké, wat ik gewoon mooi vind aan een meisje is natuurlijk, ze moet een mooi kopje hebben. Ze moet een kopje hebben dat ik denk, ze is mooi. Elke jongen heeft een verschillend stijl wat ze mooi vinden. Dus niet iedereen kan zeggen van, ik zou dat doen.
Misschien zeg ik bij een meisje, ik zou dat doen. Maar zegt een vriend van mij, zou je haar doen? Wat? Je moet een mooi kopje hebben. Ja, tuurlijk, ze moet iets gevuld hebben. Ja, het is, meiden die worden altijd boos als ik dit zeg. Dat, ik vind, kijk, ik weet jullie kunnen er niks aan doen. Kijk, ik kan ook niks doen aan mijn dik. Ik kan hem ook niet groot of langer laten maken. Maar weet ik veel of iemand het wil. Ik weet ook niet wat ik zeg. Maar het is meer zo van, een jongen wil ook best wel graag dat een meisje gewoon een grote reet, wat dikke tieten hebben. Het is iets dat ze kunnen opscheppen bij een vriendin van, kijk die Sanka van mijn vriendin dan. En dat zij zegt, what? Die is groot, je hebt het goed gedaan. Ah, wow. Waarom nemen jongens niet met de ex van hun beste vriend? Are you serious? Are you serious? Dat kan niet. Een jongen kan gewoon niet met hun beste vriend de ex ervan vandoor gaan. Nee, dat kan niet. Stel, mijn beste vriend heeft een vriendin. Dan kan ik niet zijn, als het uitgaat, die chick pakken. Dat is gewoon... Hé? Snappen jullie dat niet? Het is gewoon, stel, jij hebt een vriend. En je vriendin gaat er gewoon mee. Dat is gewoon best wel fucked up. Waarom zou een jongen je liefde niet aannemen als hij duidelijk op zoek is naar liefde? Nou, kijk. Ik ben hard hierin, maar het is gewoon, een jongen moet dan ook verliefd zijn op jou. Je kan niet, ja het klinkt misschien heel gemeen, spijt me echt. Stel, jij vindt een jongen niet leuk, maar hij vindt jou wel leuk. Ja, dan is er een kleine probleem, hè. A little bit, een klein probleempje. Het is gewoon, stel, jij vindt die jongen leuk, maar hij jou niet. Ja, dan houdt het gewoon op. Je bent jong, ten eerste. Dus als je jong bent en er is iets in je relatie dat je denkt, nee, dat wil ik niet. Kap het gewoon, je bent jong. Ga feesten, ga bier drinken. Behalve als je 12 of zo bent, dan niet. Als je 16 bent, oké. Als je 16 bent en je hebt een relatie en je bent jong. Boeien, weet je, maak het dan gewoon uit. Het is jammer, het is pech, maar je moet wel realistisch bij, weet je. Je bent 16. Ja, er komen nog zoveel boys of chickies naar je toe. Die je gewoon, weet ik veel, leuke dingen mee kan doen. Of je kan gewoon een avond alleen met diegene zijn. En het is niet fuckboy, het is gewoon het echte leven. Natuurlijk wil ik ook gewoon, als ik met een relatie heb, zo lang mogelijk met diegene blijven. En gewoon als ik die echt leuk vind, ja. Weet je, dan baal ik ook als ze stekker naar het uitgaan. Maar je moet wel denken van, ey, we gaan verder, we gaan feesten. En je moet er niet te veel op inzitten. Wat vinden jongens leuk bij girls? Nou, wat ik leuk vind bij meisjes is gewoon als ze spontaan zijn en hunzelf. Wat ik heel belangrijk vind aan een meid is humor. Als zij dezelfde humor als ik heb, chop. Dan kunnen wij overweg. Oké, dat was het voor deze keer. Wil je nou ook gewoon een vraag kunnen achterlaten of iets? Zorg dan zeker voor dat je mij vervolgt op Instagram. steven.vechter_official. Dan krijg je altijd een... ja, in mijn story kan je altijd iets delen of zo. Vragen of zo, ja. Oké, vanaf nu ga ik elke zondag om 11:30 uploaden. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je liked en abonneer. Dat kan hier beneden. Zorg dan zeker voor dat we de 2000 likes halen. Ik meen het, dat zou echt super tof zijn. 2000 likes. Dat zal echt, wauw, geweldig zijn. Abonneer je beneden, druk op het belletje. Ben je altijd up-to-date voor een nieuwe video. Dus dat zal echt super zijn.